Over ongeveer anderhalve week is het weer carnaval. En in Grave hebben ze dit jaar iets nieuws bedacht in Pothuisburg. Anne Beverstegen, jij bent prinses Titia de Eerste. Hoe bijzonder is dat jij de eerste prinses van Grave bent? Nou, ik kan wel zeggen heel bijzonder. Omdat het natuurlijk nog nooit gebeurd is in al die tijd. In Grave zijn altijd prins Tita's. En ik ben inderdaad gevraagd om prinses te worden. En dat was wel een hele eer. Ik heb er wel over na moeten denken van ga ik dat wel doen? Want het is natuurlijk wel apart als het niet zo gaat. Maar ja, toen eenmaal door had, dacht ik ja, dat moet ik gewoon doen. En dan met allemaal vrouwen in mijn gevolg gaat dat helemaal goed komen. Nou, de prins van vorig jaar, Frans Mol, die heeft mij gevraagd. Ik liep gewoon in Grave rond op de markt en zei, Annabee, kom eens, is dat iets voor jou om prinses te worden? Toen dacht ik, oh, ik heb wel eens in een avondje een beetje zitten ouwe hoeren van, oh, dat is leuk, een keer een prinses, maar nooit echt definitief over nagedacht. Dus heb ik er een week lang mee rondgelopen van, wat moet ik hier nou toch mee? Maar wel heel erg leuk. Ik kom uit een carnavalsfamilie. Mijn ooms zijn al, ik heb 5 ooms die prins zijn geweest en jeugdprinsen als neven. Dus het zit wel in de genen, zullen we maar zeggen. En toen heb ik er echt over nagedacht, ook met mijn man over gehad. Van ja, als jij prins wil worden, mag dat ook. Het is niet per se dat ik daar nou moet, dat een droom uitkomt. Maar het is wel bijzonder, moet ik zeggen. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo leuk zou zijn. En ja, de mensen ook heel veel positieve reacties. Ze hadden het wel eerst in het bestuur moeten bespreken of het überhaupt wel mocht. En die dachten toch ook, ja, we moeten toch met de tijd mee. We leven in 2016 en een vernieuwing is toch ook alweer wel leuk. Ja, en toen was het de bekendmaking. Hoe waren de reacties erop dat jij dat er nu echt een prinses is? Nou, eigenlijk heel verrassend. Niemand dacht natuurlijk aan een prinses. Dus voor de prinsentoto, niemand had dus gewonnen. En het was eigenlijk zo dat er heel veel geroepen werd, wel uit de groep waar wij uitkomen, zeg maar. We hebben zelf ook een carnavalsclubje. En wij waren dus op die avond allemaal niet aanwezig. Dus ze dachten echt wel, er is iemand uit de kleuners. Maar niemand dacht aan een prinses. Dus dat was wel echt verrassend, ook toen ik onthuld werd. Dus iedereen van, wow, ja, dat ze dat niet verwacht hadden, maar wel heel veel leuke reacties. En er is ook al met name, Jolanda Adams wou dit 15 jaar geleden heel graag worden. Daar hebben ook heel veel mensen aan mij gevraagd van, goh, dat is ook sneu van Jolanda. Die wilde dat toen heel graag. En toen heeft Pottsburg gezegd, nee, dat doen we niet. In de protocollen staat een prins. Maar ze zien nu ook wel in, we leven nu in een andere tijd. En ze zijn eigenlijk akkoord meegegaan. En Jolanda gunde het mij helemaal. Dus helemaal leuk. We hebben nu al zo heel veel avonden gehad. En heel veel plezier met z'n allen. We zijn allemaal carnavalsmensen. En we gaan er gewoon helemaal voor. En we gaan heel veel schik maken. Dat staat bij ons voorop. En het carnaval wordt allemaal wel wat minder, dat merk je overal. En ik hoop toch dat we ja, met z'n allen toch weer een gezellige carnaval kunnen maken. Je kunt daar niet in je eentje en je hoopt dat er toch weer wat mensen op de been komen. En ja, schik hebben we toch, denk ik. Mijn lijststruk is, met deze zwans krijgt Sparen geen kans. De Zwans is een familienaam van mijn vaderse kant. Familie Verharen noemen ze van vroeger uit ook wel de Zwansenfamilie. Mijn opa was slager en een zwans is een varken. En toen ben ik daar een beetje op gaan doorbeduren. Ik schijnbaar geef ik nogal wat geld uit. Oftewel, ze zeggen ook wel eens, heeft een gat in de hand. En toen dacht ik, nou, in een spaarvarken, dan heb ik en de familienaam en mijn uitgeefgedrag. En zo is mijn lijststruk tot stand gekomen. Dus je ziet het aan mijn scepter. Dat is ook een spaarpot. En mijn onderscheiding zijn ook allemaal spaarpotjes met de lijststruik op het lint. Met deze zwans kreeg Sparen geen kans. Alaaf.